even voor de duidelijkheid bij vertellen. Het gaat dus om Sonja, de zus van Willem. En dat is de vrouw van Cor van Hout, die geliquideerd is. En Sonja heeft een bijnaam, die heet, dat is Boxer of Boxy. En dat, die naam hoor je in de tapes terug. Dus anders zou dat een beetje verwarrend kunnen zijn. Dat, laten we maar even naar dat fragment luisteren. Dat dus begint in een horecagelegenheid in Amsterdam-Zuid. Alleen Saskia, kleine latte. Kleine latte. Goeie, wat gezellig zo vroeg zeg. Ja. Ach, zal er niet erop. Wat? Ik ga wel naar wie moeten. Naar wie? Naar Boelhuis. Nee, ik ga niet bij de hand doen. Ik ga niet bij de hand doen, maar waarom zou die jongen mij dat doen? Ik heb het nou 100 keer met je besproken. Ik denk omdat je nog stoer bent. Ik ben niet stoer. Maar als je naartoe gaat, ga je graag verantwoorden. Wat er gebeurt, weet je, is graag verantwoorden. Maar je moet niet mij in het probleem brengen, omdat je nog denkt stoer te begrijpen. Ik doe niet stoer. Weet je, ik heb wel stoer, jongen. Nee, ik ben het. Maar ze morgen op je afloopt, dan schiet die vertrekken door je pan heen en dan... Nee, helemaal niet. Je zit tegen mij ook zo. Wat zeg ik? Wat slaan je dat? Ga weg nou. Ik ga helemaal niet weg. Nee? Mocht je dat verbaasd? Ga niet verder. Ik zweer het wel. Je zit nog niet verschut. Ik zit jou niet verschut. Je wil eigenlijk tegen mij schrijven, zoals jullie in de kant doen. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je? Dan schop je hier nog jouw straat. Wie denk je dat je grote bek tegen mij kan hebben waar je bij? Wie denk je dat je bent? Maar kijk, wat je dit zeggen, boksen. Maar zoals kwaad als ik ben, zijn die Maan en Boelert ook op jou. Dus er gebeuren heel veel dingen. Hè? Mensen die dingen tegen mij gaan verklaren om mij van de straat af te halen. Jij bent alleen maar mijn stilzender in mijn hele leven. Kangaroo, ik heb alleen ellende van je. Je familie van Cor, iedereen. Allemaal tegen mij, door jou. Omdat ze denken dat ik erachter zit, kangaroo. Ik zit alleen nog vast met jouw gezaak en gezeur. Laat je boksen. Nee, laat je. Ik bedoel het goed. Ga je wegschrijven? Nee, maar... Boksen, je moet niet tegen je stem tegen mij verheffen. Nee, maar ik ben jouw stuk stroven. Begrijp je dat? Nog niemand bepaalt wat ik ga doen. De laatste jood die me van geld afgepakt heeft en iedereen in de maling heeft genomen is Moskowitz. En dat is de laatste jood. Je moet niet tegen me schrijven. Nee. Moet je niet meer doen, want de volgende keer trap ik echt je kant op in de mond. Ik pik het niet waar mensen bij zijn dat jij tegen mij schreef. Begrijp je dat? Ik ben een bekende Nederlander, ik laat me door niemand hier aankafferen. Wie dan ook, begrijp je dat? Maar bij iedereen reageer ik harder als hier. Maar jij gaat niet meer tegen mij schreeuwen. Denk erom. Wel, kankerroep. Altijd dat gezaak. Weet je dat gezaak met die meiden en boelen? Zal ik je wat zeggen? Daar komt nog wat van aan. Zal je zien. Ik voel het aan alles. Ik hoor het links en rechts. Helemaal onrust. Overal onrust. Waar heb je het over, jongen? Dat je weet het zo goed. Jij gaat er even naartoe en ze schieten hier gewoon in twee stukken kankerroep. Dat zijn gewoon schaapen. Dat is in ieder geval. Dat ben je niet allemaal. Ja, dat is een plezier. En dat blijft ook zo. Ga je dit zeggen? Laat me even je telefoon nog tegen. Ik heb hem nog wel uitstaan. Ja, dat maakt niet uit dat ik zo inzetten, Boxer. Maar je kan heel lekker aan. Ja, ga je dit zeggen, Boxer? Ik heb alleen maar ellende met jou. Alleen maar. Ik heb alleen maar ellende met van de bijl gehad. Met de familie van de Cor. Maar hadden nou op, wat hadden we nou op? Ga niet verder in die discussie, want dan komen we er niet meer uit. Nee, ik ga je dit zeggen. Ik heb alleen het gezeur gehad. Jij niet. Ik. De rechtbank overal. Maar Wim, ik heb ook een en al ellende gehad van alles. Ja, maar ik ga je dit zeggen, Boxer. Ik heb van jou alleen maar ellende gehad. Alleen maar ellende op ellende op ellende op ellende. Ik heb gezeten, ik heb alles. En niet door mij? Maar Boxer, als Thomas gewoon zijn mond had gehad, waar ik niet veroordeeld geweest heb. Zonder steun zijn er niet voor veroordeeld geweest. Dit maakt allemaal niet uit. Ik heb alles op mijn nek gehad. Wat is het einde van kwaad? Omdat je alleen maar draait tegen mij. Ik ga niet tegen jou gooien. Ik ga dit zeggen. Ik weet dat je het doet. Ik weet het. Zeg gewoon wel een brand krijgen. Ja. Zeg gewoon, mijn zusje, ik ga er een hoop en fietsen met dat. Klaar, ik ben er klaar.
ik laat me echt niet bedreigen. Doe wat moet ik me laten bedreigen? Omdat ik zelf ook in die shit meegenomen ben? Nee, omdat je wel bent. Nee, omdat die eeuwig kan zijn tegen jou. Omdat je me alleen maar dreigt met alles. Ik moet bokken als ik nu... Ik denk niet leuk als je hoort dat je kinderen nou zo schoon doen, hè? Ja, maar ik moet niet bokken. Moet je niet gaan. Waarom niet? Omdat ik het gezegd heb niet gaan. Ja, maar wat is het niet? Ik heb gezegd niet gaan. Ja, maar wat maakt het uit? Ik zie er geen dingen in. Nee, dat moet jij weten. Ik zie het allemaal niet. Ik kan het niet. Als je ziet nergens wat in. Als ik gewoon normaal met jou kan bespreken, is helemaal niks aan de hand. Smerige tinkwaard. Ja. Wil je wat op papier gaan zetten? Op kiezen, hoor. Wat nou? He? Ik ga wel wat op papier zetten. Ga wat op papier zetten, die jongen. Vind je dat goed? Hier ben met jouw papier zetten. Wie denk je dat je bent? Hoe gaan we op de baas zetten wat je zelf doet? En niet allemaal met de hoe gaan we dat papier zetten voor de politie? Haha. Maar kijk, denk je dat iemand daar wat kan vallen? Nee, niet. Nou, maar als ik ga, gaat een ander ook? Ja, hoe gaat het dan? Nou, weet ik veel. Kan mij eens voor. Ze dragen mee. Nee. Ze dragen mee. Ze dragen mee. Maar maak graag korte net, hoor. Nee. Maak ook graag korte net, maar niet over, hoor. Klaar maar, ik ga daar wat je zegt, hè. Ga daar wat je zegt en wat je doet, hè. Want je kan niet overal mee wegkomen, hè. Niet zoals je het daar weer doet achteraf. Nee. Dat zou ook niet, hè. Nee. Eén fout. Maar als het één fout is, dan doe je zo over voor de reden. Ja, ik weet het wel niet, hoor. Je mind zegt, ik ga het toch niet op één haal, toch? Eén haal, toch? Het is klaar, 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 toch? Hij wou Peter en omleggen. Echt waar, man. Dat is wel zonde dat hij niet doorgaat. Dat is wel jammer. Ja. We nemen alles.